De verhoogde brandstofprijzen moeten binnen 48 uur teruggedraaid worden. Dit is de eis van de vakcentrales in Suriname, Rafaxuur, tijdens een vandaag gehouden spoedpersconferentie. Dit standpunt is meerdere malen benadrukt door bondsvoorzitter Robbie Berendsteyn. Indien de regering geen gehoor geeft aan deze eis, zijn harde maatregelen door de vakcentrales niet uitgesloten. Rafaxuur wordt hierin ondersteund door de Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, de ALS. De regering gaat volgens Berendsteyn te ver met deze maatregel. Wij vinden dat de effecten die deze verhoging nu al sorteert, voor ons als werkers ondraaglijk zijn. Ze gaan te ver. Ja, ze zijn te ingrijpend. Ook omdat het veel te ad hockerig is. Wij hebben de regering altijd aangegeven dat als je deze maatregel treft, moet het in een pakket zijn. Als je hebt verzwaring aan de ene kant, moet je gelijk compenseren aan de andere kant. Maar wat we merken, dat steeds de zaken zogenaamd bij mondjesmaat worden doorgevoerd. Geen verlichting aan de andere kant, waardoor het voor ons als werkers ondraaglijk wordt. Buschauffeurs hebben al aangekondigd wat er gaat gebeuren. Dat ze direct hun verhoging willen. Robbie Berendsteyn, voorzitter van Rafaxuur. BVL-voorzitter Wilco Valies zegt dat de verhoging van de brandstofprijzen totaal misplaatst en ook onacceptabel is. Hij meent dat de regering bezig is met de verdere verarming van het volk. Het moet terug. Het moet terug worden gedraaid, zodat we wat zuurstof kunnen, dat we nog zuurstof overhouden. Want met deze maatregel gaat dat klein beetje zuurstof wat we nog hebben, die wordt volledig teniet gedaan. En ik denk niet dat een samenleving kan aarden zonder zuurstof. Ik roep die totale samenleving op. Jongeren, ouderen, werkers, noem maar op. Dat ze met alle kracht daartegen protesteren en eisen van de regering dat het wordt teruggedraaid. Juist in deze moeilijke periode. We weten allemaal dat we offers moeten opbrengen. Maar de afgelopen periode hebben wij als werkers de meeste offers opgebracht. En we hebben echt nu dat punt bereikt van hier tot hier en niet verder. Wilco Valies, voorzitter van de BVL. Hij is evenals Berendsteyn en andere toppers van Rafaxuur niet te spreken over de nieuwe brandstofprijzen. De vakbondsleiders eisen dat de verhoogde prijzen binnen 48 uur worden teruggedraaid. Indien dit niet gebeurt, zijn maatregelen tegen de regering niet uitgesloten.